Hi guys, welcome back to my channel. Vandaag is weer een hele nieuwe dag voor een hele nieuwe vlog. Ja, ik ga jullie meenemen in wat ik zal doen vandaag. Mama moet naar Cindy gaan, mijn oudste zus, om iets te halen. En ze gaat een beetje groente kopen, denk ik. Want ja, het is weekend, morgen is wel open, zondag is er totale lockdown. Dus ja, ik ga jullie meenemen. Enjoy the vlog. Mijn moeder is al in de auto. Dylan is ook. Dylan, groet na. Brandon. Brandon wil zijn brood niet eten. Wacht, omdat ik straks eten. Waarom eet je niet meer? Je moet nu eten. Ik heb ook water voor je gebracht. Jullie moeten eten. Anders krijg je niets, hè? Waar is dat water niet? Nee. En we wachten even op Rookie. Oké, Rookie is zo mooi. We gaan vandaag een beetje groente halen. Nou, Rookie. Hoi. Okay. Rookie is er ook al. Groet, Rook. Bye bye. Mijn moeder wil iedereen meenemen, dus ja. Dag Tim. Dag Tim, dag Deel. Hun zitten achterin. Mijn moeders auto kan, heeft nog twee extra. Waarom lach jij? Zitten jullie goed? Speciaal voor kinderen. Ja. Ja. Wat? Ebbe. So guys, we gaan nu richting Highway. En Cindy rijdt. Waarom schuil je? Ik schuil niet. Ja. Want de auto is very full. Rookie zit in het midden omdat zij de langste is van ons allemaal. Yes. Yes. En ja, we rijden nu naar Highway. Is best warm. Waarom maak je die naam niet open? Die hebt al die info aan. Is niet aan. Er loopt de deur. Zo gevaarlijk. Daar, ja, daar. Nee, omgekeerd. Moet altijd die deur lopen. Yes. So guys, we zijn nu bij de groentemarkt en ik ga filmen. Hoe moet ik het filmen? Nee. Ik ga aan de maken. Ze gaat peperwater maken, mensen. Mijn moeder is hier. Wat heb je? Voor Sholto. En dan gaan ze nu betalen, toch? Jullie gaan betalen? Ja. Oké, hier heb je warme vis. Ik wil ook eigenlijk een potje doen. Kijk jullie daar. Ik weet niet waar ze is, want ja. Hoeveel? Warme vis. Hoeveel? Nee. Ik zie het om een beetje met groente. Alleen maar om met een beetje groente te mixen. Dat hier hebben we mijn moeder. Ze gaat zo te maken. En dan gaan we niet betalen. We zijn hier aan het betalen. Dan moet je ook onze vlog bekijken. Kelly, Blondai, een kleine bakker, geen grote pakketje. We zijn
Fana Winkle, Cindy Hot Soto, Mako Fana. Cooking with Key and the Fang. Oh, sudah kena. Iya, by Warung Mero. Mati kelas telo, mesti sehat pemakai. Selain Fana ada over kan, Om Laos tu suka dan. Bye. Persetan. Maak het goed van de saus. De lok kan een beetje zacht. Kan je iets zachter bakken? Ga je hier dingen kopen drinken? Hier, mag ik even gaan? Eet en cola. Lekker boy. Ja, het is lekker. Hi guys, so we zijn al thuis bij mijn zus en ze gaan nu koken. Mijn moeder en mijn zus gaan nu koken. Ik ga jullie wijzen hoe ze hun zout maken. We gaan een kleine potje maken speciaal voor jullie. Omdat veel subscribers mij hebben gevraagd om zout te maken. En ik denk er ook aan om af en toe giveaways te doen. Omdat jullie zulke trouwe volgers zijn. Maar daarover gaan jullie nog meer horen. Please stay tuned you guys. Ik hou zoveel van jullie allemaal. En natuurlijk wil ik jullie allemaal verwennen. Vanwege COVID en echt vanwege COVID en die lockdowns kon ik even echt niet focussen op bepaalde dingen, maar het komt zeker in orde. En ja, ik hoop dat jullie genieten van die cooking vlog. Ze zijn nog even bezig, maar ik wil jullie mooi die bunnies wijzen van mijn zus. Hi! Mijn zus heeft mooie bunnies. Hi bunny! Hi bunny! Oh, kijk eens zo'n witte! Hi! Mijn zus heeft een kleine zoo. Ik ga jullie de dieren wijzen. Hier heeft ze ook, I don't know, wat zijn dit? Papagaai, pakita, I know. Mooi hoor. Wauw. Hi. Hallo. Hallo. Mooie kleuren. Zo, we gaan nu zout maken. Allereerst koop ik even mijn borstfilet uit hoor. Want dit koop ik het apart. Ik haal straks het water weg. En voor die soep maak ik gewoon een andere pot. Want als ik de kip ook erin zet, dan krijg ik geen heldere soep. Dan krijg je ook al dat vuil en dat is niet de bedoeling. Daarom koken we de soep gewoon apart. Ja? Zo. Het regent nu. Het regent nu. Ik hoop dat ik leuk genoeg praat zodat jullie horen wat ik allemaal te zeggen heb. We gaan nu beginnen met die soep. Die zoute soep zelf. Kijk, laat me zo uitleggen. Wanneer je poten wil zetten of soepvlees of dergelijke. Je kan erin zetten alvast. Maar
scoop that Eva egg and wash it and then set it here. Waarom ik dat zeg? Zodat al het vuil van het uitgekookte vlees en je het niet behoeft in deze. Kijk, wanneer je het apart kookt, zie je dit ding? Het behoeft niet te zijn, daarom koken we het apart. Dus wat je kan doen, je vlees wat je wil zetten, soepvlees en dergelijke. Sommigen houden van kippenpoten, wij van houden ook van checker en zo. Dan doen we het hierin. Toch? Wanneer dit al helemaal is gepocheerd, dan ga je hem even wassen en dan zet je het dan in je soep. Dus dan nu zetten we dan, gaan we die soep maken. Wat komt hierin? Een stukje citroengras. Wat salamblad, laos, lontai en uien. Dit ga ik nog niet zetten, dit doe ik wachten dat het borrelt. Dan pas ga ik die blokjes zetten. Dan zet ik ook nog wat zout, ik zet nog wat een beetje suiker en ik zet nog wat een beetje aji. En gebakken eieren. Aji is optioneel hoor. Aji is optioneel. Ik weet, we gebruiken aji. Vooral voor soepen is voor mij persoonlijk aji onmisbaar. Het geeft een lekkere tintje. Maar voor degenen die het niet gebruiken, hoeft dat niet. Daarom is dat optioneel. Dus wanneer dit borrelt, helemaal borrelt, komen dan die andere ingrediënten erbij. En dat gaan we jullie het later wijzen. Voor de volgende ingrediënten die nog moeten komen in die soep, wanneer het is geborreld, dan zetten we dit. Dit gaan we als laatste zetten, we zetten 5 maggi. En dat is voor de hoeveelheid soep die ik heb gezet daar. Hè. Dus 5 maggi kan je zetten. En, laten we zeggen 2 eetlepels van die gebakken uien en knoflook. En ik zet, omdat ik 5 maggi heb gezet, dan zet ik dan 1 afgestreken zout lepel erbij. En ik zet 1 afgestreken suiker. Dus dit gaat straks in die soep. En als voor een klein beetje mooie kleur, of voor een kleurtje, dan zet ik een tipje black soy erin. Maar dat hoeft niet, dat is ook optioneel. Wil je hem helder hebben, dan hoef je dat tipje black soy niet te zetten. Want ik weet, sommige mensen gebruiken veel ketchup sambal. En wanneer je dan die zet, nu zet in die soep en straks weer die ketchup sambal zet, dan heb je nog een donkere soto. Nou, mijn favoriete soto soep die ik maak, ik hou niet persoonlijk van die black soy sambal in mijn soto. Ik maak apart een gestampte peper met knoflook, knoflookpeper en wat zout en een beetje azijn. Daarmee eet ik mijn soto soep. Dit is ook bezig, lekker ontspanning. Zo propon met, wat is het? Zoutvlees te maken voor Rugi. Mooi voor de pan hoor. Meer je pan zo ruikt het lekker. Ondertussen is ons water al, soepwater al geborreld. Gaan we dan die overige ingrediënten doen. Die zout, suiker, maggi, aji. Oh ja, ik heb 1 afgestreken lepel aji gezet. En ik heb ook 1 afgestreken zwarte peper gezet. Afgestreken hoor, alles is afgestreken. En onze gebakken eieren en knoflook gaat ook erin. Daarna zet ik ook een tipje black soy voor een kleurtje. Tipje maar. Ja. Okay. Dit gaan we dan weer laten opkoken, maar natuurlijk maar een paar minuten, laten we zeggen een kwartiertje. Je gaat hem afproeven daarna en dan is je soep al klaar. Dan gaan we later de overige
Onze bos filet is ook al uitgekookt. Dit gaan ze een beetje bakken en pluizen. Yes guys, mijn moeder is nog bezig met die sauto. Alles bij elkaar te zetten, dat ga ik jullie wijzen. Ze is nog bezig ei uit te koken. En ja, ik zit even te wachten. Ik ben net gebaat, ik heb mijn haren gewassen, want thuis heb ik geen shampoo. En ik hoor van, als ik bij mijn zus ben, ga ik opfrissen, want ze is best wel een afstandje van ons. Dus en het is warm. Yes, and for today's motivational speech. It's a bad, als je een bad day hebt, just remember, it's a bad day, not a bad life. Adem in, adem uit en denk aan alle positieve dingen die tot nu toe zijn gebeurd met jou. Na regen komt altijd zonneschijn. Als vandaag een slechte dag is, just breathe in, breathe out en denk eraan, morgen gaat het veel beter dan vandaag. Oké? Okay? Let op jezelf, guys. Ik ben Brennan, hi! Ik zie jullie straks. Zo, we gaan nu zouten eten. Ik heb hier gebakken eieren. Ah, gebakken aardappel met vermicelli. Je kan ook zelf bakken, hè? Ja, je kan ook zelf bakken. Het is ook voordeliger. Zo is het wel makkelijker. Oké. Okay. Een beetje tauge of chapar. Hoe je het wil noemen. Wat kip? Kluiskip. Ei, voor degene die van ei houden. Ik zet nog wat extra gebakken ei en knoflook. En wat citroenten. En daarna mijn soep. Ja. De soep is nog niet compleet. Ik hou ervan om met dit te eten. Dit is gewoon peper en knoflook gestampt met een beetje zout en wat azijn. That's it. Zet ik zo een beetje. Dit is ketchup sambal. Je kan ook erin zetten, maar ik hou niet van ketchup sambal. Dus ik ga hem zo eten. Al zeg ik het zelf, als jullie het proberen hoor. Degene die erom hebben gevraagd, proberen. Het is een moeite waard. Lekker zouten, op zijn Surinaams. Ja, iedereen staat hier gewoon achter de camera. Hier hebben ze ook een halve kip in Chinese poeder. Dit heeft mijn zus ook gekookt met behulp van mijn moeder. Dus veel eten. Veel eten toch zin? Yes mensen, dus wij gaan nu lekker eten en dan gaan we naar huis. Jullie kunnen wachten op ons thuis. We hebben moedjes gehad, dus dat ga ik ook weer doen. So guys, we gaan weg. Zijn bedankt. Zijn die lekkers voor ons gemaakt. Kom. Dag Ash! Morgen wil ik lekker, hè? Ja, morgen kan ik lekker halen. Morgen wordt het een hele food vlog, guys. Ik krijg eten van drie verschillende mensen. Dus I'm so happy. Alvast bedankt, guys. Dus ja, we gaan nu naar huis. Ik ga niet filmen, because I have to be careful. Ik weet niet of het druk is over straat. Dag, Bren! Oké, okay, Brandon is al ready om in de auto's te zitten. See you at home. Hi, guys. Ik ben eindelijk thuis. Julieke heeft een nagelbusiness, as you guys know. En ze is pas klaar met haar klanten. Hoeveel klanten had je? Ik had één. Oh, ze heeft één klant. Maar anyways, ik wilde de video afsluiten. Maar, Joseph, we hebben mochi gehad. Van wie hebben we gehad? Van, oh, jij hebt gehad. Julieke heeft gehad. Van Shira's Food. Oeh, Shira's Food. En ze heeft ook nasi gestuurd, zei je nog. Maar mijn vader heeft het gegeten. Dus ik kan niet. Ik dacht van, laat me er een shout-out geven in mijn vlog. Thank you. Ik mag, je hebt jullie keer gezegd, ze moet het met me delen. Hè. Dus, ja. Wat heb je al gegeten? Want ik zie dat één hier mis. Ik heb één Oreo gegeten en mijn vader heeft eentje hier gegeten.
Oh, okay. How proof? Dia pala Oreo kan gitu kan? Ya. Oreo. Guys, the Oreo is echt lekker. Is echt lekker. Mmm. Lol. Okay, what was it? Mmm. Tapi? Kiwi. Kiwi. Ada kiwi. Zij heeft verschillende smaken gestuurd. Ik denk dat dit manja is. Ja. Echt goed gevuld, kijk. Hij is echt zacht, guys. Is echt zacht. Ik moet ze alleen maar hap nemen, hè? Ja. Is het kiwi lekker? Ik heb nooit vruchten mochi gegeten, alleen Oreo. Wat is het? Ik zie niets. Het is echt gewoon. Ik denk dat dit gewoon slagroom is. Oh, ik zie iets erin. Wat was het? Strawberry. Ik zie echt heel slagroom. Lekker. Dit is niet te zoet. Wat is dit? Pineapple? Ananas? Of is het ook manja? Ik had alle manja. En het laatste van mij. Je hebt allemaal gehad! Ik wil die strawberry proeven, guys. Hier is ananas. Heb ik net ananas. Je hebt me niet gebeld. Oh. Oh, maar die cel is in de kamer. Yes. Julie, kan je informatie geven over haar? Haar contactnummer, je kunt haar contacten op. Achter, guys, ik ken het niet uit de hoofd, maar... Hoe heet ze? Pearl, toch? Ja. Oh, Pearl, heel hartelijk bedankt voor jouw mochi. Ze zijn heel erg lekker. Ik heb genoten. Ik hou van die Oreo mochi. Oreo mochi is my favorite. Goed gevuld. Kijk, guys. En Jurki gaat jouw contactnummer geven. Ze is te vinden op FB. Shira's Foods. Ze levert ook. De contactnummer is 891-9087. Of 891-6704. Ga er volgen op Facebook. Shira's Foods, guys. En ja, voor deze. Oh, guys. En die nasi. Was volgens mij ook van haar. En het is ook echt heerlijk. Jammer heeft mijn vader het afgegeten. Dus ik kan niet proeven. Maar ik heb ook een hap genomen en het was echt heerlijk. Good job. Ga zo door. Ga haar supporten op Facebook. En als je geïnteresseerd bent, contact haar. Yes guys, dat was het voor deze vlog. Ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. Like, comment, share, subscribe. You know what to do. Tot de volgende keer. Bye.